Zoals op de Eindhovense school. Daar was de gymzaal voor alle VMBO'ers tijdelijk omgetoverd tot WK-kijkzaal. Zijn jullie er hier klaar voor? Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Leerlingen zijn omgekleed, gymzaal is omgebouwd tot voetbalstadion. Dus voor ons kan het beginnen. Ja. Was dat nog een heel karwei of viel het mee? Nou, we hebben meteen na de loting hebben gekeken van hoe de wedstrijden gepland waren. Het bleek dat de eerste wedstrijd een middagwedstrijd was. Dus we hebben meteen het curriculum van het onderwijs aangepast. En we zijn meteen gaan voorbereiden. Dus we zijn er al een half jaar mee bezig. Sterker nog, ze hebben het WK gekoppeld aan een aantal opdrachten. We hebben signopleidingen, die hebben de kantine versierd en gedaan. Op het MBO hebben we erbij betrokken met podium en evenementen en AV. Dus we hebben gewoon een voetbalstadion nagebouwd en leerlingen hebben de opdracht uitgevoerd. Ja. Het is niet alleen gezellig kijken naar de wedstrijd dadelijk, het is ook allemaal educatief verantwoord. Ja, in eerste instantie doe je het voor het voetballen, maar we hebben wel het onderwijsprogramma eraan aangepast en hele gerichte opdrachten daarvoor gemaakt. Maar ja, tegen de tijd dat de wedstrijd begint gaat het nog maar om één ding, voetbal. Wat denkt u? Ik denk 2-0 voor Nederland. Optimistisch? Nee, realistisch. Dat zijn voorspelling ook uitkomt is na de eerste helft nog niet te merken. De stand is dan 0-0. Gaan ze wel winnen? Ja, Nederland gaat winnen. Met hoeveel? 2-0. Is het spannend nu? Ja, ik ben eens een hele voetbalfreak, dus ik weet niet hoe het zal lopen van voetbalspelers of zo, weet ik niet vanaf. Wat denk je, gaan ze het redden? Ja hoor, die redden het makkelijk. In de tussentijd wordt er nog gekeken wie het mooiste in het oranje verkleed is. Delano en Teun zijn de gelukkige winnaars. Hoe voelt dat? Ja, leuk. Ja, ik ga voetballen dus. Wat is nou het leukst? Leukste in oranje of de wedstrijd? Ja, gewoon verkleden en gewoon lol hebben. Ja. Dus. En de spanning als ze net een goal maken of niet. Ja, dat vind ik het leukste. Vond je het spannend? Ja, ik vind het tot nu toe heel spannend. Ik hoop wel dat ze winnen. Nou Delano, dat komt goed. Vanuit lokaal 0021 zit een klein groepje AV'ers ook te kijken naar de wedstrijd als de eerste goal wordt gemaakt. En dan, vlak voor het einde van de wedstrijd, scoort Dirk Kuyt nog even 2-0. En tevreden met het eindresultaat? Ja, tuurlijk. Ja, 2-0, mooi toch? Ja. Was het spannend? Ja, ik had in het begin een beetje zoiets van, we gaan hem niet worden of blijf gelijk of we hebben een tegengoal, maar 2-0, ja. Ik ga lekker naar huis. Ja. Jullie zaten hier allemaal apart in het lokaaltje, jullie hadden geen zin om in de kantine erbij te gaan zitten? Nee, hier hebben we tenminste airco, dus dan kunnen we goed uit ons dak gaan. Een scherpe beeld geloof ik ook nog, hè? Dat weet ik niet, maar ik heb hier genoeg beeld gezien.